Voor de bewoners van dit woonwagenkamp op de gemeentelijke milieuwerf in Elst ligt de deadline om te vertrekken eigenlijk op vannacht 12 uur. Maar dat is uitgesteld. Vrijdag volgt er in een kort geding meer duidelijkheid, maar tot die tijd mogen ze op hun plek blijven staan. De acties staan niet op zich. Op steeds meer plaatsen uit de woonwagenbewoners hun onvrede, zoals hier in Renkum. We hebben niet echt contact met andere mensen die ook demonstreren. Maar via Facebook, via live video's hebben wij ook het idee ook opgepikt om dat ook voor hier voor onszelf te gaan doen. En vandaar dat we hier vandaag ook zijn gaan staan. Aanvankelijk werd er een uitsterfbeleid gehanteerd en werden verlaten plekken niet meer ingevuld. Jongeren kregen zo geen kans meer op een standplaats op een kamp. Dat beleid is nu aangepast, maar de woonwagenbewoners vinden dat gemeenten niet genoeg moeite voor ze doen. Wij willen gewoon dat de gemeente graag met ons in gesprek gaat over de behoud van de woonwagencultuur. Wij zitten tussen vier muren in en dat gaat gewoon niet. Wij moeten naar boven lopen, dat zijn we niet gewend. Wij zijn gewend om naar achteren te lopen naar ons bed en zijn gewend om met een stoeltje buiten te zitten. En gezellig met de familie koffie te drinken. Nou, de wijk die begint al te zeiken en te klagen als ik al een stukje muziek draait of ik zit voor mijn eigen tuin. Ja, en dan beginnen ze te zeuren en te doen van, daar heb je weer tuig van het kamp. En mensen kijken gewoon heel anders aan. De acties ontstaan spontaan, maar worden wel gesteund door de landelijke organisatie voor woonwagenbewoners.